Ik ben echt nog een beetje hyper. Ik heb zo'n ontzettend leuke avond gehad. We hebben die verjaardag gevierd van Fien. En het is zo gaaf geweest. Het is echt... Ik heb georganiseerd. Ik heb het feest georganiseerd. Ik heb natuurlijk wel een beetje hulp gehad. Maar ja, grotendeels heb ik zelf gedaan. En ik ben er echt blij met het eindresultaat. Want het is ook weer gewoon een beetje oké. Het is de ouders van Fien. En dat was wel een beetje een struikelblok in de organisatie. Het was bijna allemaal niet doorgegaan. Gelukkig wel. En nou, ik moet zeggen dat ik het ook best wel gek vind. Dat gewoon twee volwassenen niet volwassen met elkaar om kunnen gaan. En één daarvan is ook nog eens onze opperhoofd van school. Nou, lekker voorbeeld. Ik zou ook echt niet kunnen voorstellen dat Max en ik dat later zouden hebben. Dat wij niet volwassen met elkaar om kunnen gaan. Als wij later zouden gaan trouwen en kinderen zouden krijgen, dan hoop ik dat het allemaal gewoon normaal blijft zoals het nu is. Want we zijn zo'n goed team samen. Ja, behalve met zingen dan. Daar zijn we allebei niet zo goed in. Oké, ik ben nu wel een beetje moe, dus ik denk dat ik lekker ga slapen. Voor jullie, vergeet niet te abonneren op dit kanaal. Dan mis je helemaal niks van Brugglas. En doe het duimpje omhoog voor een like voor deze video. En dan zeg ik wel trusten en tot snel. Ik ben heel benieuwd. Wat voor muziek je luistert? Wat ik luister? Misschien zou je niet denken, maar ik luister veel naar Nederlandstalige muziek.